Sam. Ja. Geer. Waar ben je opgegroeid? In Haarlem. Geboren en getogen? Ja. Tot je uit huis ging? Ja, ik geloof op mijn 19. Op een gegeven moment ging ik reizen. Daar heb ik een half jaar rondgereisd. Daarna ging ik naar de academie, naar Mos. Ja. Oké. Okay. Dus dan ging ik weg. Ja. Ja. En speelde je altijd buiten? Of speelde je binnen? Of? Ja, buiten en binnen. Ik kwam uit een groot gezin, dus we speelden ook veel binnen, maar ook heel veel buiten. Maar eigenlijk, ja. Eigenlijk zoals het bij mij nu thuis is, met mijn gezin zoals het vroeger, bij mijn ouders eigenlijk ook. Okay. Alles liep door elkaar heen, een vriendje, vriendinnetjes langs. En, ja. Altijd naar de speeltuin, altijd naar het voetbalveld. Ja, maar, en ook bij bus kwamen ook allemaal bij jou binnen. Ja, bij jullie thuis. Veel. Ja, ja. Leuk. Ja. En heb je broers en zusters? Ja, ik heb er één zusje. Drie broers. Ja. En wat doen die? Mijn oudste broer is radiologisch laborant. Mm-hmm. Dan kom ik. Dan degene die eronder komt, die werkt in de, volgens mij dat de enige, hoe noem je het nou, platen waar ze LP's maken. Oh, de enige. Okay. Nederlandse platen, drukkerij. Drukkerij, ja. Daar werkt hij. En daarna komt mijn zusje en die werkt bij een bedrijf, Johan Enschede, volgens mij is iets met drukkende bankbiljetten. Ja, ja, dat deed mijn vader, die heeft daar gewerkt al zijn hele leven. Zij doet iets met credit cards of kaarten, iets met kaarten. Ja. Kaarten maken, beveiliging, iets dergelijks. Ja. En de jongste die was altijd banketbakker. Mm-hmm. En die is op een gegeven moment radicaal gestopt en die ging bij een houthandel werken, een groothandel. Okay. Alleen maar bouwmateriaal. Oké. Okay. Ja, goed. Iets heel anders als wat ik. Ja. Dus. En wat is je favoriete kunstwerk? Ja, dat heb ik niet echt. Een favoriete kunstwerk eigenlijk. Wat ik wel kan zeggen, bijvoorbeeld bij deze serie tekeningen, wat ik heb eigenlijk altijd verzameld, gewoon heel veel materiaal. Ik maak ook veel foto's. Ik heb allemaal fotoboeken die ik overal vandaan haal. Plaatjes uit de krant. Mm-hmm. En dat is eigenlijk puur informatie. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk in de afgelopen tijd eigenlijk maar één boek gekocht van een kunstenaar. Ja. Daniel Richter. Oké. Okay. En niet omdat ik hem... Ik ken hem helemaal niet, maar ik zag het boek en ik maakte hem open. En, nee. En toen dacht ik, nou dan koop ik het niet, want het is niet echt, helemaal iets voor mij. Maar ik kon er eigenlijk... Nou, het was niet zo dat ik er niet van kon slapen, maar ik moest er wel eigenlijk de hele tijd aan denken. Ja. Dus ben ik teruggegaan en heb ik het toch maar gewoon gekocht. Ja. En ja, dat heb ik wel heel lang gehad, omdat het gewoon... Het is gewoon zo anders als mijn werk. Ja. En toch zat er iets in wat ik heel erg goed vond. Er zat een bepaalde vrijheid in. Die ik wel heel erg kan waarderen. En dat is eigenlijk wat ik ook, waar ik ook weer naar op zoek was nu. Ja. Dus dat heeft mij. En daar had ik dat boek en dat af en toe blader ik daar doorheen. En ja, er zitten gewoon ontzettend mooie dingen in. Maar het is niet mijn favoriete kunstenaar. Nee. Nee. Dus heel goed. Een heel leuk, interessant antwoord. Ja. Dat je zo iemand kunt hebben die... Ja, die van invloed is, zonder dat je het nou direct zo alleen maar bewondert of zo. Ja, nee, want er zijn ook dingen die ik gewoon echt niet mooi vind. Nee, altijd, het zijn allemaal van die soort, bijna allemaal lijken die daar zo'n schilderijen figureren. Nee. En dat lijkt nou niet, maar er zitten een paar dingen die gewoon echt gewoon zo mooi zijn. Ja, ik, ja, daar heb ik echt wat aan gehad. Mooi. Afgelopen tijd. Mooi. En als je denkt over jezelf en je werk, je hebt natuurlijk eigenlijk nu net een hele... toch een hele grote stap gemaakt door die schilderij of die tekening zoveel groter te maken en nu anders te doen. Maar droom je wel eens over iets wat je bij spreken nu nog niet kan? Of waarvan je denkt van ja, daar ben ik nog naartoe aan het werken, maar over 10 jaar dan hoop ik dat te kunnen. Of dan hoop ik zoiets te kunnen maken. Of over 5 jaar. Nee, ook niet echt. Maar het is wel zo dat ik altijd bezig ben met iets anders te zoeken. Gewoon. Mm. Ik zoek wel altijd weer iets anders in mijn werk. Dus, ik ben pas 10 jaar geleden begonnen met tekenen. Daarvoor schilderde ik altijd. En ik ben ook gewoon van de ene dag op de andere dag gewoon gestopt. Want ik had het helemaal gehad met schilderen. Dat denk ik ook eigenlijk, elk jaar maakte ik weer iets anders. Yeah. En nu met tekenen is het eigenlijk ook. Dit is wat ik nu doe. Is, ja, dat doe ik eigenlijk een jaar of 5 of zoiets. 4, 5. En dat is eigenlijk elke tentoonstelling was dan net weer iets anders. En elke keer, ik probeer elke keer weer iets anders te zoeken. Yeah. Of nee, iets anders te zoeken. Iets anders uit te proberen in het werk. Maar ik ben eigenlijk wel altijd naar dezelfde dingen op zoek. Mm-hmm. Het gaat altijd over tijd, het gaat altijd over ruimte. Ja. En nu werd licht ook heel erg belangrijk.
En het moet gewoon. Het moeten gewoon heel erg goede tekeningen worden. En elke keer als ik dan weer iets heb gemaakt en de mensen zijn, nou ja, of ze zijn echt niet echt laaiend enthousiast, of vinden het niet echt heel goed, dan vind ik, denk ik altijd van nou, dan straf ik die mensen met nog beter werk volgende keer. Dat is eigenlijk mijn enige idee wat ik altijd heb. Daarna van als het allemaal niet zo loopt, denk ik van, ik ga nu gewoon ik ga nog verder, ik ga er nog dieper in. Ja. Of ik moet dit doen of ik moet dat doen. En ik wil altijd gewoon dat het moet altijd beter worden. Dat is altijd weer iets, en niet zozeer beter als wel. Ja, ik benoem het als beter, maar dat is het natuurlijk niet. Maar ik zoek wel elke keer weer net iets anders. Ja. Net iets. Nou, ik heb het gevoel, als ik ze nu zie en ik hoor heel veel mensen die je werk goed kennen, dan zijn deze tekeningen volgens mij echt weer heel erg veel, nog weer veel beter dan diegene daarvoor. Nou, er is wel in ieder geval iets gebeurd. Ja. Dus, wat er wel alweer in zat eigenlijk al een tijdje terug, maar wat er nog niet echt was, maar nu wel, vind ik ook wel. Volgens mij ook. Dus, kom kijken. Yeah.